Ik ben Rosanne van Zandwijk en ik zing straks Zerlina in de opera Don Giovanni van Mozart. De nieuwe productie van het orkest van de 18e eeuw. En we spelen in de maand oktober door heel Nederland en door België. Dus kom kijken en luisteren. Zerlina is een meisje, super jonge vrouw, van eenvoudige komaf, met een gezond boerenverstand, met voeten in de klei, zoals we dat zouden zeggen. En ze is dol op haar aanstaande, Mazzetto, met wie ze gaat trouwen. En dan komt die Don Giovanni langs en alhoewel ze weet dat het een rokkenjager is, een vrouwverslinder is, dat hij niet trouw is, dat hij alles doet wat God verboden heeft, valt ze toch voor hem. Don Giovanni voelt voor mij alsof hij niemand is. Hij is niet aardig. Het is geen eikel. Hij is gewoon leeg. Ik vind het een totaal leeg figuur. Het enige wat hij kan is bazaal reageren op de andere sekse, maar niet met een soort van relatie. Het is iemand die eigenlijk niet is. Vrouwen hebben altijd de broek aan in Mozarts opera. Ik denk dat Mozart ontzettend veel bewondering had voor vrouwen, ook voor de zangeressen die hij kende. Hij was natuurlijk ook wel eens her en der verliefd op eentje, maar Mozart heeft ongelooflijke kennis van mensen gehad, van mannen, van vrouwen, van koningen, maar ook gewoon van de boeren en van de mensen, nou ja, die hij om zich heen had in het dagelijks leven.